weet van echt. Ik ben er al tegen de grond. Hier redt een mat. De laars op niet zien. Nee. Ik zie hem ook niet passeren. Ja, daar zit hem, ja. Ja. Daar de matse. Ja. Kom op, jongen. Ja. Daan Willem verdenkt een halve uur. Ah ja, een les. Dan een les. Ja, je ziet redelijk. Hier. Ja. Hij is er hier lekker. Ja. Hoe is de mat? Ja. Ik heb de vier bieren dan nog. Ja. Nou, dan komen ze vandaag. Ja. Ja, die gaan weer. Hè. Ja, ik denk het doe ik. Pette, van zijn en al, dat doen we pas. Wat zouden ze moeten doen, lekker in de mouten maken? Ja, dus de nummers, ja. Op de weg doen ze dat soms ook. Kom aan, hè, vast, nog vooruit! Hop, 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 hop! Ja, ik denk het ook. Dat en dan hebben we de gielen door. Ja. En Matze komt kort op. Die hangt de gielen. Ja. Nee, daar hangen er nog twee tussen, hè, her Matze. Maar hij komt hier. Ja. Je kan nog direct toch wel kijken, denk of niet? Ja. Oh ja, ik heb hem met de praat geven. Hij heeft er hier eens gelegen zeker. Want hij is precies onze stuur bezig. Kom op, dat laat goed, hè? Kom op, zaten. Ja, goeie man. Kom bij hoor. Kom aan, Huus. Zitten we, hè? Ja. Kom aan, hè. Oh, het wordt hier oranje, dat is een derde, hè. Kom aan, hè. Al in stand. Hier is een beetje weggereden.
Ja. Ik denk dat de laatste juist een foutje gehad heeft, want er sloeg onze stuur zo wit. Oh, dan hangt hem weer terug voor. Ja, en het is juist wat te gielen. Hè? Kom aan, Lars. Kom aan, op, jongen. Kom maar, hè. Ja, dan houdt hem tegen ze. Ja. Krijgt hij niet meer toe, nee. Hè. Oh, de mannen gaan deur, hè. Ja. Hoppa. Hier zijn ogen, hè? Ja. Dat is strak bad, hè? Daar ligt mijn dakje. Daar ligt het ergste. In Daandelas. Ja. Vlieg wij komen. Ja, ja. Zo, dan is hij in de week met de club nu al gereden. Ik weet niet, heb je RTV gezien? Nee, nee. Dat was een bij, hè? Ah. Dat was een dinsdag. Zo dus. Ah, ja. Kom aan, Lars. Hop, hop. Kom aan, hè. Kom aan, Lars. Kom dan in. Ja, de laatste ronde. Hier zijn de laatste ronde.
Wederom winnaars, Oostenrijk winnaars van deze sluitingsprijs. Proficiat voor deze overwinning en voor het ganse seizoen, Arthur van den Boer dus. En daar krijgen we dan Ralf Dalemans. Zijn de zoon van Arme Dalemans. Tegen de geel. De vroegere crosser. Die krijgen we af. Mooie tweede plaats voor hem. Dat moet een verzet krijgen. Alleen zijn groot verzet met rond. Met die tweede plek vandaag. En dan zouden we in principe de prater moeten krijgen. Maar we wachten nog even natuurlijk. Te zien wie dat er nog over is, blessen. Dat is een mesje, die is gedobbeld. Nog een mesje. Nee, dan je toch niet. Ja. Dat is de voor dit meisje. En dat staat de derde zeker, inderdaad. Just te praten. Derde mee op het podium. En inderdaad dat spurtje voor de vierde plaats. Spurtje voor plek 4. Een mooi spurtje dat er wordt uitgepest voor het allerlaatste van het seizoen. Ja, dat is toch een mooie zaanzij hoor. We kregen daar ook de eerste. Vloepje, hè? De eerste jaarsnieuweling die dat spurtje. Ja, ik kan me niet uitspreken over winst of. Niet, maar het is wel degelijk Trump Clippers die als eerste afzijdigt. De doek, de vangen. We krijgen de aankomst van Stantenop. Dan hebben we aankomst van het punt nummer 37, dat is dan de tweede eerstejaarsleerling Daan Willemsen. Ja. Een mooie spurt. Ja, nog eens niet dat puntje wint. Voor de man die als derde eindigt bij de eerstejaarslagcursus. Ja, en hij podium. En hij podium. En onze derde plaats is daar geëindigd. Met die applaus, Lars Korsus. En hij gaat de bloemen in ontvangst mogen nemen. De bloemen die komen er wel eraan aan en ook de kaas. De bloemen worden weer overhandigd door Renschen uiteraard. En de stoelen voor de nummer 3 bij de eerstejaarslievelingen. Ook het bankmandje en de kaas die daar overhandigd wordt door Molleijs. De voorzitter van de organisatie voor nummer 3, Lars Korsus. Op de tweede plaats is geëindigd met uw applaus, Daan Willemsen. Daan Willemsen en ook voor hem uiteraard prachtige bloementuin. En de zoetjes die erbij horen. En de kaas. En het balsmandje dat er ook klaar staat voor de nummer 2, Daan Willemsen. En dan Goudstrijk, winnaar ook een fantastische seizoen gereden. De winnaar van vandaag in deze sluitingsprijs, Brent Lippens. Proficiat Brent met deze zegen hier vandaag in de sluitingsprijs. En uiteraard ook voor het zijn er bloemen voorzien. De bloemen voor Brent Lippens. Ook een zeer mooi seizoen achter de rug. En dan de kaas die erbij hoort. Op de trappigste kaas en het valsmatje voor Brent Lippens. Dames en heren, uw applaus voor onze eerstejaarslievelingen. Winnaar Brent Lippens, 2, Daan Willemsen, 3, Lars Korsus. Mooi podium voor onze eerstejaarslievelingen. Stapje voorwaarts, jongens. En dan worden de laatste foto's van onze eerstejaarslievelingen genomen bij deze sluitingsprijs hier in Oostvallen.